gelijk die muziek, oh, dit is zo leuk. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. We zijn er eindelijk weer, allemaal met z'n drieën. We wachten heel eventjes tot ze gejoined zijn en dan gaan wij gelijk beginnen. Ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met... Met Erik. En Erwin. Krekel, krekel, krekel. Nee, ik ben nog even bezig om... Hij wel heel even niet. Join game. In de vorige aflevering, ik heb geen flauw idee. Oh ja, jullie hadden via die presents... Hadden jullie al een grappling hook? Ja. Ik niet. Ik ben de enigste grappling hoekloze. Ik heb hier problemen mee. Dus. We hebben hier nog steeds de Wall of Commons. Alles is nog een beetje stil in Cashfair. Daar zullen we aan moeten gaan wennen. Want ja, nou zijn we dus bij de eerste opnamesessie dus buiten de Cash-series valt. Santa is trouwens gekild. Ik was heel eventjes op zoek naar de Wall of Commons, omdat ik niet meer precies wist hoeveel commons dat we al geplaatst hadden. En op het moment dat ik de wereld inkwam, kreeg ik gelijk de vriendelijke tekst dat de kerstman geslacht was. In plaats van dat de kerstman vriendelijk weer naar de Noordpool is gegaan. Nee, de kerstman is geslacht. Awww. Terraria. Vriendelijker kunnen we het niet maken. Oké, okay, nou, even kijken. Ik zit... Wat voor armor heb ik? Het is zo lang geleden. Best en dan, wel. En dan zonder de ja-joke even, jongens. Maar... Hadden we de Tinkerer al? Ja, die hadden ja, we al. Ja, dat is hier. Die hadden we al, daarom zit ik al... schoenen kopen? Ja, ik heb daar geen gold meer voor, want ik heb die Mega Shark, Mini Shark gehaald. Sorry. Ik ga het missen. Ik heb... De muziek is weg. Oké. Oké. Ja, die muziek ik is weg. Nou ja, wil je 5 gold lenen voor je? Nou nee, want die wil je sowieso combineren met de running boots. En ik denk dat wij sowieso de Tinkerer Workshop nog nodig hebben. Moet je even zo koop voor je? Nou ja, ik heb sowieso de running boots niet. Nee, die hebben we allemaal niet. Dat is juist het probleem. Wil je die workshop hebben? Ik kan hem dan kopen voor je. Ja, die workshop hebben we allemaal nodig. Dus die moet één van ons inderdaad kopen en gewoon in het main huis eigenlijk... Gekocht. Nou, zet hem dan maar hier tussenin of zo. Hier zo. Dus, nou, in ieder geval, qua defense... Ja, ik heb... Ja, jij bent de enige nou met een decent defense. Ja. Dus voor jou moeten we eigenlijk de Shadow Defense gaan halen. En die ga ik zelf ook even tijdelijk gebruiken voor een extra defense buff. En ik moet eigenlijk voor Bone Armor gaan. Want ja, we zijn nog steeds glasslocked. En ondertussen staan we al 3 minuten te leuteren over noppes. Nou, dat gaan we doen toch? Dus ik ga heel eventjes hier zo langs. Oh ja, we hadden ook al gevist, zover je dat kan zien. Oh ja. Want ik heb namelijk... Ja, dat heb ik. Ik heb geen flauw idee waar ik het over heb, jongens, maar... even kijken, dit mag terug in de bouwdoos, want daar hebben we niks aan. Ropes, heb ik die daarboven staan? Ik heb de grappling hook nog niet, dus ik ben er nog steeds aan limited, tot ik ze nodig heb. Nee. Ik heb een LPV potion bij me. Wacht, ik heb nog silk blocks. Misschien kan ik toch een grappling hook voor mezelf maken. Die deed samen. Oké, nou, ik weet niet wat we nog nodig hadden. Volgens mij nog één sapphire of iets, maar... Ik heb in ieder geval al verschillende oors te pakken gekregen, want dat is het leuke van Silt. Silt kan elk blok, of kan elke oor zijn die je in het beginspel kan vinden. Dus, ja, dat is wel handig. Nou, dankjewel! Sluit maar gewoon even buiten zo van, nee, jij komt daar niet in! Oké, even kijken, resources, oké. Okay. We hebben er 15! Oh, ik kan ook een gele maken. Nou, ik ben blauw, dus ik zal wel voor de blauwe gaan. Dan hebben we allemaal een grappling hook. Dan kan ik die touwken ook weg bij mij. Dus... Zo. Kijk, ik heb er nou ook eentje. En de mijne is blauw. Yay! Die van ons is langer. Yay! Hoezo is die van jullie langer? Dat geloof ik niet. Zou goed kunnen, ik weet niet.
En volgens mij haal ik dat ook. Nou, niet op dat hoekje. Direct bij deze zonnebloem hier. Ja? Rijken wij zover? Ja, ik ook. Nee, net niet. Jawel, net wel, zeur niet. Eén blokje minder. Eén blokje minder. Nee. Zeikertje. Maar... Nou, die hoek hebben we dan ook niet meer nodig, want dat is ook namelijk om een hoekshot te maken. Maar van Emerald is hij beterder. Stukken beter. En ja, ik had hem ook wat van toppers kunnen maken, maar hey, ik ben de Blue Link, dus... want ja, Triforce Heroes, hè. En dat heb ik eigenlijk niet verteld, of Triforce Heroes. Maakt niet uit. Ja, we gaan denk ik een baas doen. Groot gelijk. Ja. Ik denk dat wij tot de tijd is om de Destroyer of... nee, niet de Destroyer, want het is later pas. Eater of Worlds. Daar is denk ik nu tijd voor. Dus, ja. Yeah. Zullen we dat gaan doen dan? Ja. Goed idee. Hebben jullie nog voorbereidingen nodig? Denken... Ik heb sticky bombs, dus ik kan die oors weghalen. Volgens mij hoeven we er nog maar eentje te breken. Oh, wacht, ik heb ik neem de Jester Arrows. Ja, we hoeven er nog maar eentje te breken. Dat weet ik in ieder geval zeker. Even kijken, heb ik nog meer? Een Holy Arrow zie ik hier staan. Wooden Arrow. Een Holy Arrow is ook volgens mij piercing, dus... Oh? Jij! Dat hebben jullie niet gezien, toch? Jawel! Anders krijg ik namelijk weer 300 comments die... Oké, overdrijven is menselijk. Maar dan krijg ik weer zoveel comments van... Jawel, wij hebben net wel gezien! Sorry! Oké, nou, wij gaan gewoon naar de eerste beste corruptie biome. En we zien wel... hoe zitten jullie trouwens met HP? 180. Hoeveel? 240? Wat? Hoe zit je op 240? Weet ik niet. Ik zit nog maar op 180. Ik zit op 220. Nou ja, het is een dag. Voorlopig geen hard crystals meer voor jou. Oh, trouwens, dat doet me nog heel eventjes aan denken. Die sterren die we hebben gevonden, daar kan ik even wat meer Jester Arrows van maken. Jester Arrows die hebben namelijk piercing. En dat zorgt ervoor dat deze baas dan nogal makkelijker wordt. Aangezien dat wij nogal diverse malen moeten gaan verslaan. Aangezien dat we twee armor sets ervoor nodig hebben. Even kijken, waar hebben wij alle sterren? Die hebben wij hier. Ik heb nog wel Wooden Arrows, 35 sterren. Ja, ik zou kunnen gaan voor de sterrenlauncher. Maar geloof me, Jester Arrows die zijn veel beter. En sterren die kunnen we nog ergens anders wel eventueel nog voor gebruiken. Misschien in de verre toekomst. Dus wie weet. En vergeet niet, ik ben niet de enige die hoeft te babbelen. Jullie mogen ook praten. Ja, weet ik. Spreek over Terraria. Wat is je favoriete item? Wat is je favoriete wapen? Weet ik veel. Zeg iets. Spreek! Service. Wat zijn? De service is zijn favoriete wapen. Nee. Oh, wacht. Ik vergeet iets. Welke vis is dat? Welke vis is dat? Dat heb ik niet gezien, ik heb alleen gekeken dat hij bij de service te ving was. Kunnen jullie eigenlijk blauwe team joinen? Nee, dat is in principe het belangrijkste vaak. Ah, ik ben er nou toch weer dus. Join blauw. Ik was nog iets vergeten. Join blauw. Weet je nog toen je die... Zombie burst. Volgens mij was dat de radar of zo, in ieder geval van die kies. Dat was niet jouw kill. Serieus, gaan we dat terugbrengen? Als ik de reacties er even een stuk moet pakken, heb ik ook al een nymf gemist. En hoe vaak heb ik per ongeluk wel niet de tinkeren gekild? Ja? Vorig jaar, oud nieuws, muil houden en join the freaking blue team. En jij houdt je de buitentelefoon. Kunnen we nu alsjeblieft naar een baas toe gaan? Ik verlies mijn sanity hier zoiets. Ik weet niet wat het is, maar... Hey, laten we deze... Gaan we deze... Jullie... Waarom zijn we hier aan het vissen? Is dat de quest van de dag of zo? Ja, hij had ineens de quest van de dag... dat hij wel gaan doen. Is dat daar dan? Dat wel niet. Zit daar de quest van de dag dan? Oh, wat loop ik toch traag. Waarom hebben we nog in een van alle running boots gevonden? Goede vraag.
Is echt nodig. Echt nodig. Ja, inderdaad zeg. Ik voel me zo langzaam. Ja, Surface. De Dirtfish. Nou ja, oké, prima. We willen naar een baas toe gaan, maar Erwin besluit om eerst eventjes voor de questfish te gaan. Jawel, daar ben ik mee bezig. Dus. Ik zat een vis op te wachten tot jullie klaar waren. Smoesjes, jij hebt het besloten. Dus oh, jij met je alle... smoesjes. Ja, smoesjes. Ik zit hier al, ik weet niet hoe ver weg van jullie... Ik vind het wel zo toepasselijk hoe dat wij eigenlijk ook aan het vissen zijn, terwijl dat jij bekend staat als de Magikarp trainer. Nou ja, ik ben nu ook aan het vissen. Daar niet van. Ik heb een kreet! Nee, geen reactie? Oké. Okay. Nou ja, leuk voor je. Nog een kreet! Het nadeel is, het is beter om niet te openen totdat we in hard mode zitten. Ik open ze ook nog niet eens. Hé, hey, we hebben allebei dezelfde vis. Mijn is een centimeter groter dan die... Fishing sports. Gaat wel synchroom. Nou jongens, hier hebben we op zitten te wachten. Jullie vroegen om te raken, ja, hier heb je het. Heel interessant. Red en Blue waren aan de waterkant. Ze dachten, vissen is nou eventjes toch belangrijker dan een baas. We hebben de Eye of Cthulhu verslagen. En dan willen we even pauze. Nu is het even een moment voor rust. We zijn op zoek naar de Dirtfish. Wat een naam. Ik heb hem. Doei. Doei, Erwin. Succes. Oh, het duurt niet lang. Hij staat er al de hele tijd te vissen. Ik kom erbij. Nou wil ik jullie wel eventjes vertellen dat elke waterpont, die heeft maar één Dirtfish in zich. Dus hij staat nou zijn tijd te verdoen. Nee, grapje. Ik wil net zeggen. Iedere speler kan zeg maar oneindig van die vissen vinden. Als het maar niet in je inventory zit. Dat is het allerbelangrijkste. Het mag niet in je inventory zitten. Dus Oké, nou even kijken. Dan ga ik dit even snel weer terug in de vissendoos doen. Want crates die willen we, zoals Erik al zei, inderdaad bewaren voor later in het spel. Aangezien dat er dan veel betere stuff uit kan komen. Vis en verf! Ja, dat moeten we niet vergeten. Nee. Er zit ook verf in een van die kisten. Oude schoenen. Nee, ik heb het niet over oude schoenen. Ik heb het over verf! Nee, staat er in all caps. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nou, ik kan wel iets sneller lopen door even de grapplinghoek truc te doen. Dat is een optie. Gebruik eigenlijk maar een wormhole potion dan, oké, Erwin? Yo. Yo. Wie oude schoen? Je moet niet zoveel oude schoenen uit de sloot halen, joh. Nou, zie je? Ja, ik heb ook niet zo heel veel geluk. Yay! Let's play Vook is dit keer niet aan mijn kant. Dus, jullie zijn eigenlijk, jullie hebben niet zeg maar je eigen kanaal. Jullie hebben niet ervaring met de Let's Play vloek. Hoe voelt dat nou dat de Let's Play vloek bij jullie een keer is? Ik heb niet het gevoel dat het een vloek is, hè? Nee, ik weet dat dit niet een vloek is. Ik weet gewoon, dit is nog beperkte equipment die we gewoon hebben. Dus in ieder geval, het gaat regenen, dus het zit al een beetje meer bij. Dan gaan we eens heel eventjes zitten te staren hoe dat... Ik zit in opnames. Willen jullie mij zo vriendelijk willen zijn om met rust te laten? Dank je. Waarom zet mijn telefoon niet gewoon op stil als ik aan het opnemen ben? Nou, het is heel leuk dat hij dan in de bioscoop is, maar ik zit in opnames, ja? Sst. Hier zien wij de professionele... Jouw water is geglitched. Ja, ik weet het. Is dat ook op jouw scherm zo? Ja. Ja, verpest het maar weer. Ik had er net een zoom-in functie op gedaan. Nee, hoi. Komt er gelijk zo'n discretch geluidje weer bij. Nou, ondertussen zien wij dus hier de pro-visserman op zoek naar zijn Magic Carp. Hij is enorm bezig met zijn paarse hengel op zoek naar de Dirtfish. De regen valt nu van boven naar beneden en zal eigenlijk een betere kans moeten geven op deze Dirtfish. Het nadeel van de Dirtfish is, hij duurt nogal lang. Oh, je laat het een punt door. Oh. Nou, ik luister even wat je zegt, hoor. Oh, wat lief. En dan hoef ik die stomme video van jou niet meer te bekijken. Ik snap je. Ah, weet je wat ik dan ondertussen doe? Ondertussen dat jullie toch nog ondertussen.
Ik doe wel eventjes een paar bordjes comments van de dag. Dan hebben we die alvast zeg maar een beetje gedaan. Dus ik zal er twee doen. We hebben 8 parts. Dus aangezien dat we toen eventjes de vakantiestop hadden. Waar Erik dadelijk volledig over gaat praten over de vakantie. Dus wij zijn nieuwsgierig. Nou ja, helaas valt er eigenlijk niet eens zo heel veel te vertellen. Het viel een beetje tegen. Dan doe je acteren! Het was hartstikke geweldig. Zon, zee, strand. Ik ben er nog niet eens geweest, maar joh, waar heb ik het naar mijn zin gehad? Echt, de temperaturen die waren zo hoog boven nul. Echt, je kreeg het gewoon zo warm dat je gewoon weer naar de winter toe zat te hopen. Dat je naar Nederland kwam en weer gewoon kon genieten van de winter. Maar ik moet wel zeggen... Dat was inderdaad waar. Ik had het bij. Zie je, je moet hem gewoon lospraten. Vertel. Nou, het was er... in de nacht was het 23 graden. Overdag zo tussen de 26 en de 28 graden. Voor een ander persoon zou dat misschien niet zo heel erg zijn. Maar ik kan heel slecht tegen hitte. Heel slecht. Heel slecht. Nee, dat was een hele schorre. Een hele schorre, ja. In ieder geval, van part 4 komt de comment van de dag eigenlijk van Thibaut Preet. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, zo niet, mijn excuses. En die had geschreven, gaan jullie verder tot na de spoilers? Nu hebben jullie spoilers, armor en zo. Dat moet ik nou aanpassen. Dus na de, ja, en de rest dan doe ik wel eventjes met de hand typen. Dus, gaan jullie verder tot na de spoilers? Ja, want we houden spoilers, we houden het spoilers vrij. Gaan jullie verder tot naar de spoilers? Spoilers, armor. Ja, wij houden het spoilervrij. Nou, Thibaut, ik weet waar je over praat. Dus ik kan jou wel een antwoord op je vraag geven over de spoilers. Ja, wij gaan verder tot de spoilers. Tot we daar alle spoilerswapen vandaan hebben gehaald. En natuurlijk dat we ook allemaal onze Ultimate Armors hebben gehaald. Bijvoorbeeld, zoals jij net al zei, de Spoilers Armor. Dus ja, daar gaan we inderdaad op uit. Hebben jullie ondertussen je vis gevangen? Kunnen we naar die baas toe? Ik heb hem al gevangen. Erin? Ik pak hem later wel. We gaan beginnen. Nee, dan gaan we naar part 5. Vis jij nog maar even door. Dan gaan we eventjes naar part 5, want we hebben genoeg comments. De andere comments komen op andere dagen hoor. Maak je geen zorgen, want anders hebben we dadelijk helemaal geen comments. Dus, over spoilers gesproken. Op aflevering 5... Spoiler. Ik zal het eerst even netjes schrijven even hoor. Dus dit is part 5. Part 5. Die komt van Dylan Abrahams. En Dylan Abrahams had geschreven... Moet ik heel eventjes weer mijn speakbriefje. Dan horen jullie al de muziek wegvallen. Dus dan weten jullie dat ik op mijn speakbriefje kijk. Alles is tegenwoordig digitaal, dus deal with it. Die had geschreven... Spoilers! Alert! Druk niet op meer leven! En daaronder had hij dus een spoiler neergezet... die ik dus ook niet neer ga zetten in de comment. Maar ja, dat is de comment van de dag geworden. Ik kan er ook niks aan doen. De randomizer die had er zin in. Spoilers! Dus... De titel van deze aflevering is ook... Spoilers! Dus... Nou ja... Wat een lol. Spoilers! Wat moet ik er anders van maken? Nou, wij gaan alvast richting de corruptie, hoor. Yep. Ik kom al aan. Ja, in een huis werkt dat trucje niet zo makkelijk. Nee, niet zo heel erg. Ah, die was mis, die was ook mis. Ja, stilte mag niet vallen, hè, jongens. Dus als je stilte hoort, dan ga je gewoon gekke praten. Maar zoals ik jou dus hoorde over... jij was niet zo fan van die hete temperatuur op jouw vakantie. Nee, het was gewoon zelfs letterlijk. Het eerste wat ik dacht toen ik Schiphol weer buiten stapte. Oh, Nederland. Eindelijk. Het land waar we ook weer 2 seizoenen tegelijkertijd hebben. Waarin het zuiden het herfst is en in het noorden dat je kan schaatsen op de wegen. Ja. Dat. Nou ja, het scheen in Amerika. Eigenlijk ook in Nederland hoorde ik... rond die tijd eigenlijk gewoon het warmste van het jaar te zijn. Het was gewoon... Oh, hoi. Ik moet er even een slime uit de lucht vallen. Was ook, bij de terugweg hadden we een enorme vertraging. Want, door de hoeveelheid ijs dat gesmolten was en de hoeveelheid regen dat gevallen was...
liepen de rivieren een klein beetje over. Dat klinkt echt Nederlands. Ja, dat klinkt inderdaad Nederlands, maar... Voor de kijkers namelijk, vroeger in Nederland was het nogal bekend dat Nederland nogal een klein kikkerlandje, waterlandje was. Deze naam is gekomen doordat er nogal vaak overstromingen waren door kleine plekjes hier in Nederland, waardoor vijvers door de vele regen zouden overstromen. Ik denk, zeg maar even. It's true story, by the way. Ik heb er in mijn jeugd heb ik nog een paar keer meegemaakt, maar echt niet meer zo vaak. Maar vroeger, veel vroeger, vroeger dan oude zeep, ja, toen was dat er al. Zelf nooit een overstroming meegemaakt. Nou, ik wel op de snelweg, toen was er toen een weg overstroomd. Maar ja, een hoosbui die kan er wel voor zorgen. En trouwens, tegenwoordig gebeurt het nog steeds vandaag de dag, omdat er in één keer een hoeveelheid regen ergens in één keer vandaan valt of zo. Of nou ja, ik heb eigenlijk soort van wel een overstroming meegemaakt. Nou, eigenlijk gewoon, er was zoveel regen dat de camping waar we zaten... Waarom lopen we eigenlijk deze kant op? Dat is de jungle kant. Daar zit geen... Bij de kanten, daar zit er eentje. Daar zit hij pas helemaal aan zeeniveau en ik ga niet door de jungle heen lopen. Zoek het uit. Ja. Erwin die heeft hoge defense, ik niet. Ik ben nooit zo ver gekomen dat ik daadwerkelijk... Hoe zat het ook alweer met de deadcount? Wij zaten heel dicht bij elkaar en Erwin die zit er echt zo van, haha, noobs. Volgens mij hadden wij nu dezelfde deathcount. Nee, jij zit nog hoger. Oh, dan zat ik eentje hoger. Anders kijk ik daar persoonlijk voor zorgen op het moment. Editor, kom er eens even bij. Nou, we zitten 21 afleveringen, we gaan weer. We zitten al 21 minuten in deze aflevering en we hebben heel veel al gedaan. We hebben een vis gevangen. Een modderige vis. En het is 2 weken vakantie geweest, hè? We zijn even flink uit onze hippen. Ja, dat is met de multiplayer aspecten. We proberen het storyline te krijgen, maar het moet ook wel natuurlijk fun hebben. En dat hebben we zeker. Hé, kijk, lees een Tic Tacs. Ik zie ze in één keer hier voorbij vliegen. Volgens mij is Erwin aan het schieten. Yep. Ja, jij mag het niet, dus... Oh, hallo. Hey, alsjeblieft, dank je. Hey! Hoi. Komt hij aan hoor, met zijn fancy horrorbloemen. Dus, van de regen in de sneeuwstorm, wat voor weer dat wij hier nog steeds niet hebben gehad, en in het noorden ondertussen wel. Is je nog bij ons mooi? Wie? Hoe ver is eigenlijk die corruptie? Bij Albuquerque en dan aan de rechterkant. Nou, daar is het aardig corrupt dus. I found a strange... Oké, ik ben er. Komt in één keer een corrupter mijn kant op gevlogen. Altijd leuk zo'n welkomstcomité. Ja, nou weet ik weer waarom dat deze corruptie zo vervelend was. Aangezien dat deze namelijk een 2-layer corruptie heeft en tot de orbs dus nog een laagje dieper zitten. Oh, deadweed, die wil ik zeker meenemen. Oeps. En ik hoor net iemand zijn magic mirror gebruiken. Even kijken, heb ik nog een wormhole potion? Oh nee. Nou, we lopen voor jou. Even kijken of er nog eentje dik is. Oh, lost connection, oké. Okay. Oké, dit gaat lekker. Gaat goede voortekens dit, jongens. Echt, Ik sta bij de bal. Dames en heren, we zijn zo bij jullie terug. Onze excuses voor het ongemak. Wij maken hier heel even een knipje van. Editor, doe maar heel even een knipje, want Mewmay is zo slim om zijn Magic Mirror te gebruiken. En het internetconnectie van Erwin heeft nou in één keer besloten van... Hey, het is winter, kom, we gaan even een connectiestoring krijgen. Dus na de reclame zijn we zo bij u terug. En Erik komt nu als een Formule 1 langs me rennen. Miauw! Wacht even, jij bent nu al in de corruptie? Nee, ik ben in de snowbill. Jij bent in de corruptie. Alleen jij stond stil in huis. En omdat hij toen in één keer de server... Ja, dan was jij in één keer Superman. Dan of Dash, of hoe dat beest ook heet. Hadouken! Nou, als hij op 1000 feet zit, dan kom ik terug in de aflevering en gaan we hem gewoon rammen. En dan komt hij in één keer en dan staat hier al een worm, weet ik veel. Of we hebben hem al gekild, wie weet. Ik bedoel, ik heb de mini-shark, ik heb
de goede arrows, dus ja, we weten het, meneertje Lasergun, die komt er ons aan om ons te helpen. Want we zitten ondertussen weer in de aflevering, blijkbaar, want hij is onder de 1000 feet. Ik ga het orpje... Oh! We zijn hier in één keer heel erg veel beestjes onder water gespant. Maakt niet uit. Oh boy. Ik wil omhoog! Ik wil omhoog! Ik heb een probleem. I'm coming. Oké, okay, ik ben niet weg. Wie heeft de aggro? Ik dus. Ik denk jij. Waarom ik? Er zijn nog zoveel anderen. Hallo. Hi. Oh, ik heb al gelijk een stuk van hem. Oh boy, hier. Eet. Pijlen. Sorry. Hoe kom ik in heel goed? Naar beneden toe. Nee, ik zit vast een glitch in de grond, want het scherm is niet ingeladen. Oh! Oh, ik doe heel veel damage. Dat is in ieder geval mooi. Waar is hij? Oh, hier is hij. Hoi. Hij is al een helft kleiner. Ik hoorde een warp geluid. ja, Erwin. Mijn spel was niet ingeladen. Ik zet hem een keer vast midden in de grond. Ah, maakt niet uit. We summonen er dadelijk nog wel eentje, joh. Ja, inderdaad. Hi. Leuk dat je met de rotgang in één keer naar boven kwam vliegen, maar ik sta hier hoor. Oh, je hebt daar ook nog een hele... Ja? Ja, beter. Hoi. Komt hij aan met zijn leven? Nou, het gaat wel lekker met internet vandaag, zeg Jezus. Ja, hoezo? Hij zit rustig aan het rondcirkelen. Kijk, Abby heeft daar allemaal afzien. Hoppakee. Hoppa, dat ging lekker. Nou, dat had ik dus net ook. Ja. Waar is die rest nou? Hallo. Is er onder iets? Er leeft nog een deel. Ja, hier bij mij. Hoi. Ach, het leek wel confetti. Oh, hij komt jouw kant op. Ja! Ik heb hem defeated. I am the master. Ik vond dat ik het deed. Ja. Oh, ik heb een licht vriendje. Ah. Dat is nice. Ik heb alleen een masker. Ja, maar die had ik net uit die dinges te pakken gekregen. Uit die orb. Want vergeet niet, hè, want we willen natuurlijk tot Erwin zijn magewapen uit die oors krijgt. Toch? Oh, die, ja, die is goed. Valtorn. Dat zou heel handig zijn. Dus, en we willen genoeg materiaal maken, zodat we alle drie een pickaxe ervan kunnen maken. En, ja, de Demonite bow die hebben we al, het zwaard hebben we al, dus, wat is dit, platinum? Demonite hoor. Ja, als je hier een bom gooit, Steven, dan kunnen we nog verder. Ik kom er al aan. Wee! Ja, jij denkt even dat ik flash doe, hè? Echt niet. Oh, wacht, ik heb ook een horseshoe. Goed zo! Ik denk, ik check heel eventjes mijn inventory voordat we beginnen. dit loopt heel erg diep. Maar ik zie wel inderdaad één bal liggen. Wat is dit voor een rare corruptie? Nou, ik denk dat ik hem wel aan kan. Oh boy. Eén bom. We kregen eventjes wind van rechts. Wat hebben we? Valtorn! En een meteoriet. Ja, dan moet hij... Oh, als hij tot thuisbasis... Oh. Mooi, eens even kijken. Oh, op de map kijken en... Nee, dat werkt niet. Oh, ja, valt shadow armor naar beneden. Crap! Oh nee, jij hebt hem gekillt, hè? I don't care, ik heb al eerder van je gejat. Beste kijkers, we moeten toch die dingen maken, dus ik veel maakt het niet uit. Maar ik ben niet zo flauw hier, alsjeblieft. Bedankt. Nou, even kijken of we nog meer van die orbs kunnen vinden, jongens. Maar dit is echt een corruptiebiome, daar word je niet vrolijk van. Kom maar heel eventjes. Kijk heel even of we nog meer corruptie hier in de buurt hebben. Want moeten we toch die jungle voorbij. We moeten de jungle voorbij, want het is de enige corruptie bij hem aan deze kant. Het is nou zo goed als het licht dan. Hè? Nee, ja. Nou, ik wil weten eigenlijk wat hier nog meer beneden zit. Misschien zit er nog wel een kistje daaronder. Of een bal, wie weet. Ik ga gewoon hier even kijken. Hoi. Ik zie wel demon... Zit. Nee, is het niks.
Ah, dan moeten, elke corruptie die moet op zijn minst iets van Spider-Man. Sorry, Spider-Link. Does whatever a Spider-Link does. Can he swing from a grappling hook? Yes, he can. He's a Link. Look out. He's a Triforce Link. Dit is een hoekshop. Is er nog echt even van beneden? Oh, waar? Hier beneden. Oh, daar beneden. Oh ja, ja, daar zo. Jij was rood, hè? Ja, jij was rood. Oh ja, ik zie hem. Oké, nou, ik heb nog 10 bommen, dus dat komt wel goed. En een pilaar daar. Ik wil weten wat daar zit. Fleeting Band of Star Power. Dat is iets voor jou, volgens mij. Dus MP. Ja. Ja, met Band of Regeneration kun je hem combineren en dan is het al helemaal voor magie. Daar niet van, maar... Ik wil weten wat hier zit. Het ziet er nogal heel erg spannend uit. Niet veel. Er zat een pilaar! Don't blame a guy for trying. Dus ja, wat zullen we dan doen? Zullen we dan eerst eventjes terug gaan zodat jij je als eerste in je armor kan maken? En daarna dan naar de jungle biome. Want ja, we zitten op een half uur, dus we moeten toch nog een keertje die baas verslaan. En ik denk dat dat leuk is voor in de volgende aflevering te doen. Dus wij gaan heel eventjes armen maken. En ja, dat doen we mooi eventjes tussen de aflevering in. Dus heb je een leukste momentje van deze aflevering? Nou, er is veel gekkigheid gebeurd en weinig progress. Maar dat maakt niet uit. Dus heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk spoilers weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een spoiler like achter als je daar de tijd voor hebt voor alle spoilers die we hebben. En ik dank jullie voor het kijken. Hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen? Spoiler. Doei!